Goedemiddag en welkom hier. Een aantal koppels onder jullie heb ik al ontmoet omdat ze met mij dus gaan, niet met mij huwen, maar waarvan ik het huwelijk zal inzegenen in een van de kerken hier in de Federatie Kortrijk-Zuid. Andere koppels heb ik daarnet leren kennen. Ik werk vooral graag mee aan die huwelijksvoorbereiding omdat je in contact komt met jonge koppels. Die eigenlijk toch nog een belangrijke stap zetten, want je hoort altijd van, ja, er wordt niet meer kerkelijk gehuwd, maar we zien toch nog heel veel mensen die echt gemotiveerd zijn op deze werking, om er iets van te maken, die het echt ook vanuit geloof wel doen. De een al meer dan de andere natuurlijk. Ik denk dat er niet veel mensen zijn die geluk hebben met iemand als Nathalie. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een mooi meisje. Dat gaan we nu volledig maken in juli. God, er zijn heel veel momenten die blijven hangen eigenlijk. Echt mensen die het totaal eigenlijk niet meer weten, maar die het toch nog wel willen. En die blij zijn dat we hen op weg kunnen helpen. Het is echt ja, een soort catechese eigenlijk die we weer beginnen te geven van het begin af. Maar de openheid waarmee ze er naar luisteren, staat toch zo in contrast, vind ik, met hetgeen we altijd horen. Ik vind het echt een hele positieve ervaring altijd. Wat apprecieer ik zo in kennen, vooral zijn humor en begrip voor mij. En doorzettingsvermogen. En eigenlijk zoveel meer. Te veel om op te doen. Het is nu de bedoeling dat jullie zelf gaan werken aan jullie viering aan de hand van de leidraad die je daarnet gekregen hebt. Ik vind het belangrijk dat zij ergens de waarde, de kracht van een kerktraditie die al zoveel eeuwen bestaat, dat ze die ontdekken en dat ze daarin kunnen gaan staan, waardoor dat een huwelijk een enorme meerdimensie krijgt en ook gedragen is door die geloofsgemeenschap. Ook al alleen voelen zij dat niet onmiddellijk heel concreet, ze zijn gedragen. We kiezen voor een kerkelijk huwelijk omdat we beiden toch christelijk opgevoed zijn. Dus we hebben christelijke waarden meegekregen van thuis uit. Dus we vinden het wel belangrijk dat deze waarden hernieuwd worden tussen ons beiden. En dat we die waarden ook later aan onze kinderen en binnen onze familie kunnen verdergeven. Welkom Cathy, welkom Steven. We hebben zojuist een korte reportage bekeken. We zijn aanwezig geweest bij de huwelijksvoorbereiding van jonge mensen in Marken. Ik kan zeggen, eigenlijk een heel mooi initiatief. Tegelijk is het toch ook wel zo dat het niet evident is dat mensen op vandaag voor de kerk huwen. Nu, ik richt me tot jou, Cathy. Jij hebt die keuze gemaakt, jij bent gehuwd. Je bent er ook vanuit gezinspastoraal mee bezig. Wat zeg je dan van, ja, geen evidentie meer om voor de kerk te huwen? Wat roept dat bij jou? Mensen kunnen vandaag echt kiezen voor een huwelijk. Dat is natuurlijk altijd zo geweest. Ik ben zelf gehuwd in 1988. En toen koos je voor die persoon. Maar het was eigenlijk een vanzelfsprekendheid dat je, als je een serieuze liefdesrelatie had, dat je ook zou trouwen. Voor de kerk ook zo. Ja, inderdaad. Terwijl vandaag is het voor mensen veel meer een vraag die ze zichzelf kunnen stellen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ze kunnen gaan samenwonen. Ze kunnen gaan samenwonen en trouwen. Ze kunnen een latrelatie aangaan. Ze kunnen van de ene relatie naar de andere relatie gaan. Dus het wordt echt wel een bewuste keuze. En dat merken we ook bij gezinspastoraal. Dat we vragen binnenkrijgen van mensen die zeggen van, ja, leg ons dat eens uit. Wat is de betekenis van het huwelijk? En Steven, heb jij ook zo'n ervaring wel, als mensen komen bij jou, zoals men zegt, op ondertrouw, hè? Zoiets van, ja, dat is ook in de loop van de jaren toch wel wat veranderd, denk ik, zo de inzet of het inzicht waarbij mensen komen. Ik denk dat het vaak als aanleiding is uit traditie. Maar als je peilt naar de diepere beweegredenen, dan valt het decorum en de traditie weg en dan komt echt de overtuigde keuze voor elkaar. En de diepe betekenis die dat heeft om die keuze ook in de gemeenschap van de kerk uit te spreken, dat authentieke, dat komt meer boven dan vroeger zo. Ik ben ervan overtuigd. Men zegt dat ja, elk sacrament is nooit een eindpunt. Het
mooie als men zegt van het is eigenlijk een beginpunt. Hè. Nu, ik denk bij een huwelijk is dat toch ook zeker het geval. Hè. Het moment dat we een huwt, hè, maar dan eigenlijk het gehuwd zijn, dat is toch nog wel iets heel anders, denk ik, dan Cathy. Ja, absoluut. De huwelijksdag is het begin van het huwelijk en het huwelijkssacrament wordt waar, krijgt vormen, wordt ja, vlees en bloed, dag aan dag. Er is zoveel dat, ja, dat verandert. Je verandert zelf, je partner verandert, de omstandigheden veranderen, er komen kinderen op werkvlak, op allerlei vlakken kunnen dingen veranderen. Het is wezenlijk voor een sacrament, het staat ook aan het begin. Ja. Zoals ieder sacrament het begin is van iets nieuws. En dat denk ik heel uitdrukkelijk. Hè. Het is het begin of het is een opnieuw beginnen, een verder gaan, maar een heel uitdrukkelijk verder gaan. Op een keuze die voor velen in een relatie al veel eerder is gemaakt. Maar door die uitdrukking ook een nieuwe impuls krijgt om te zeggen, de toekomst ligt open. Bij huwelijk ja, komt het woord verbond automatisch naar boven. Hè. Zo van huwelijk en verbond, je zou bijna zeggen van die twee woorden zijn inwisselbaar. Uw verbond is een heel sterk bijbels woord. Wat roept dat bij jullie op als ik zeg verbond? Je kan onze God niet denken zonder verbond. God heeft daar heel bewust voor gekozen van bij het begin. Hij verbindt zich aan mensen. En dus wanneer mensen die beeld zijn van God zich aan elkaar verbinden, dan staan ze eigenlijk in die goddelijke traditie. God die liefde is, die spreekt van begin tot het einde over ik wil verbonden zijn met. Wanneer mensen in hun levenskeuze zeggen wij willen verbonden zijn met elkaar, ja, dan raken ze aan dat diepe goddelijke mysterie. En ik zou de Bijbelse God, de God waarin wij geloven, niet kunnen denken zonder dat verbond, want je zou hem wezenlijk arm maken. Het is rijk woord, hè, verbond, een heel warm woord ook, een woord dat in contrast staat tot een contract. Ja. Bijvoorbeeld, een verbond, daarin zit voor mij iets van trouw, van onverbrekelijk. Ja, je hoeft ook niet bang te zijn van de kleine lettertjes. Hè, zo. Ja. Geen voorwaarden eigenlijk. Je hoeft ook niet bang te zijn dat het na 3 jaar moet stoppen. Ja, want contract. Een contract geeft ook een termijn, terwijl de grote uitdaging van het verbond, het is voor altijd zo. Ik vind dat ook, dat is ook een van de kernpunten van een huwelijk. Zo, de uitdaging aangaan, het is voor altijd. Nu, wie heeft het altijd? Dat is in onze geloofstraditie. God heeft het altijd. Zo, en wij krijgen de tijd om dat altijd te evenaren. Ik vind dat heel sterk. Als mensen dat tegen elkaar durven zeggen, ja, dan openbaren ze veel van wie God voor ons is. Zo.